De stemming in Oosterwijk is werkelijk geweldig. Hij gaat nu het podium op. Zodat al die mensen nog eens een keer naar dat nieuwe koningspaar kunnen kijken. Want laten we wel zijn, een koning zie je niet elke dag. Misschien maar een paar keer in je leven. En zeker als dat is in je eigen woonplaats, Oosterwijk in dit geval. Is dat iets wat je niet wil missen? En dat leidt ook jong en oud. Ik geef het woord aan onze lokale burgemeester Joost Wagemaakers. Dank u wel. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima. Bij uw aankomst op het station mag ik u al welkom heten namens de bevolking, de inwoners van Oosterwijk en de verre omtrek. Maar ook als vervanger van onze burgemeester Jansen. Onderweg zagen we heel veel enthousiasme. Heel veel blije mensen, jong en oud, groot en klein. En nou zijn ze nog steeds ontzettend enthousiast. En dat moet ook zo. Want zij willen heel graag uw blijdschap tonen, de blijdschap tonen voor uw bezoek vandaag. Oosterwijk, onze parel in het groen, is u dankbaar voor dit bezoek. En wenst u alle kracht en wijsheid toe bij de uitoefening van het koningschap. Geen eenvoudige taak. Wij komen nu alweer bijna aan het einde van uw bezoek aan Oosterwijk. En bij uw afscheid willen wij u graag nog toezingen. En mocht het dus moeilijk zijn, denk dan terug aan vandaag. Denk dan terug aan Oosterwijk. Denk terug aan Brabant. Want hier in het Brabantse land is het leven goed en dat gaan we graag u toezingen. Dank. Heel hartelijk dank voor uw bezoek. Het leven is goed in het Brabantse land. Het land waar men hier heeft gestaan. Daar heb ik voor altijd een hart aan de land. Een land doet mijn hart sneller staan. De bossen, de purperen hei, het dorpje dat past in je hand. De beren, de kempen en de meierij, de heerlijke Brabants, Oosterwijk voor het koningspaar. Het leven is goed in het Brabantse land, het land waar we niet heeft te staan. Het verloos, de heerlijke Brabantse land. Snel kan het gaan. Een strikt georganiseerd bezoek mag je dit wel noemen. Maar ook met ruimte voor de nodige spontaniteit. Maar er moet natuurlijk weer verder gereisd worden. Dit keer met de auto richting provincie hoofdstad Den Bosch.